we staan nu op een van de plekken in Hollandse Rading die misschien niet bij zo heel veel mensen bekend is, maar wel bij alle mensen vanuit Hollandse Rading. Het is het Adventkapel. Kent u het? Ik ken het eigenlijk ook niet, dus dit is ook voor mij de eerste keer dat ik er echt sta. Ja. Oh, oké. Nou, hoe is het gegaan de afgelopen dagen? Ja, de afgelopen dagen is goed gegaan. We hadden als burgemeesters en ik ook als burgemeester wel een beetje de zorg of iedereen toch niet massaal naar buiten zou gaan. En dat is best goed gegaan. Alleen zaterdag hebben we wel een paar bekeuringen moeten uitdelen. Omdat mensen toch letterlijk de hekken verplaatsen om hun auto te parkeren bij de parkeerplaatsen. En dat is echt niet de bedoeling. Maar het overgrote deel houdt zich keurig aan de maatregelen die we hebben afgesproken met elkaar. Oké. Nou staan er dus hekken bij de parkeerplaatsen. Was dat nou alleen het weekend of is dat de hele week? Nou, we gaan even kijken hoe het gaat. Er komt weer een paasweekend aan. Nou, vandaag gaan we een besluit nemen of we dat langer gaan doen en misschien ook nog wel deze week. Ja. Want als je dan hier in Hollandse Rading woont, dan, ja, dan is eigenlijk een beetje dat bos van ons. Dus dan weten we wel een beetje van die kleine paadjes. Ja. Worden daar dan ook boetes uitgedeeld? Kijk, het gaat erom dat mensen, als ze samen gaan wandelen, een echtpaar, dat kan. Als je niet meer dan met 3 mensen op straat gaat en anders 1,5 meter afstand echt naar andere mensen houden. Dat is heel belangrijk. Maar wat mij opviel afgelopen weekend is dat er heel veel wielrenners, heel veel fietsers toch dicht op elkaar fietsen, vlak langs mensen, soms ook nog bezweet. En denk, ja, dat kan dus gewoon echt niet. Je neemt echt een risico met andere mensen, dus houd die afstand. Maar dan denk ik, je fietst toch heel snel langs iemand, dan kan je iemand toch niet besmetten? Ja, dat maakt niet uit. Je kunt natuurlijk toch ook het virus overbrengen en we weten dat het echt besmettelijk is. En het is gewoon niet prettig, ook voor mensen die wel die afstand houden. Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden. U heeft de vorige keer verteld dat u heel veel inwoners belt. Ik vroeg me af, hoe kiest u die mensen uit? Wie belt u? Ja, dus soms mensen die ik gewoon al echt wel enig tijd ken. Collega's helpen mij om te bellen. Soms krijgen we op de website natuurlijk wel eens vragen en dan bellen we die terug. En vanochtend heb ik toevallig Van der Valk gesproken die mensen gaat opvangen die corona hebben gehad, maar nog niet terug naar huis kunnen. Zelfs ook wellicht militair personeel wat opgevangen gaat worden. En die belt mij dan weer met de vraag, burgemeester, kan je helpen om die contacten te leggen? En dat doe ik natuurlijk met liefde en plezier. Waar maakt u zich het meest zorgen om op dit moment? Nou, ik maak me zorgen over het feit dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt. Ook afgelopen weekend weer. Dus we zijn er echt nog niet doorheen. Dus mijn eerste zorg gaat echt naar de zieke mensen en hun directe omgeving. En helaas ook naar de nabestaanden. En waar ik me ook zorgen om maak is dat onze ondernemers echt wel in een heel moeilijke situatie zitten. En je kunt online bijvoorbeeld heel veel doen. Ik heb afgelopen weekend online een heel mooi menu besteld, zelf afgehaald. Het is even anders, maar daarmee ondersteun je onze ondernemers ook echt. En dat is hard nodig in deze tijd. We zijn allemaal lokaal loyaal, dat is een bepaalde uitspraak. We zitten in een ongelooflijke nare tijd op dit moment, maar we mogen toch een beetje dromen. Dus vanavond gaan we naar bed en morgenochtend staan we op en dan is er dus helemaal niets meer. Wat is dan het eerste wat u gaat doen wat nu niet mag? Ik denk dat ik gewoon lekker even samen met Tony een ijsje ga halen. Een ijsje? Ja. Nou, dat brengt mij op de volgende vraag. Wij hebben op dit moment in de beeld 2 ijssalons. Ja. De een is gesloten, de ander is open. Ik ben niet voor de een of voor de ander. Ja. Maar ik zie daar dan wel een hele rij staan met mensen vlak achter elkaar. Nou, daar hebben we afgelopen weekend ook afspraken over gemaakt. Afhalen kan natuurlijk, dus dat is prima. Maar houd wel die 1,5 meter afstand, want anders kan je elkaar daar toch besmetten. Dus met een beetje creativiteit, goede afspraken maken, kan je wel gewoon je ijsje gaan ophalen. Alleen niet daar blijven staan en opeten. Dat gaat gewoon niet. Okay. Nou, helaas. We gaan ons eraan houden. Goed. Dank u wel. Dank je wel.